Een hele goede morgen, lieve YouTubers, volgers en mensen die geïnteresseerd zijn in mijn kanaal. Het is de laatste dag van mijn 90 dagen challenge. De laatste uren tikken weg om 3 uur heb ik bij Meike, mijn afvalcoach, een viering te vieren, omdat het de laatste dag is. En in mei gaan hun verder met 60 dagen, dus dat is iets milder. Maar voor deze jongen was deze 90 dagen al zwaar. Dus ik heb gezegd tegen Meike van, luister jonge dame, ik wil niet moeilijk doen, maar die 60 dagen vind ik vrij kort. Achter elkaar gaan is het geen idee als ik zelf een keer een challenge organiseer voor mijn eigen om zoiets te doen. Nou, Dave zegt ze tegen mij, je mag het wel doen, alleen dan wil ik wel eventjes jouw kanaal in de gaten houden. Maar goed, die kanaal heb ik trouwens gegeven aan haar. Zij heeft nog niet gezegd om meteen vriendje te worden. Dus ik ben eens benieuwd. Trouwens, wat vinden jullie van mijn nieuwe bril die ik op heb? Ik zelf ben er heel erg blij mee en ik zie er een stuk scherper door. Alhoewel dat dit weer 2 weken geleden is dat ik langs de opticien ben geweest en gezegd van, jonge dame, luister, ik heb oogproblemen. Als ik mijn bril afzet, dan zie ik de boomtoppen niet meer. Jongeman, zei ze, van, dan moet je eventjes naar de oogarts toe gaan. En dan moet je je ogen laten testen en dan weer terug naar onze Hans Anders in Nuenen komen. En dan regel ik het gewoon voor jou. Dus ik heb niet afgelopen dinsdag, niet die dinsdag daar van tevoren, maar die dinsdag 2 weken geleden. Ja, dinsdag 2 weken geleden heb ik gezegd van, jongeman, is Danielle in de zaak? Ja, zo heette zij, Danielle. Ik ga eventjes voor jou kijken of dat ik haar kan vinden, Dave, zegt hij. Want hij heeft mij ook al een paar keren eerder gezien. Maar hij was ook de enige man die mijn ogen niet kon testen. Dus ik heb gewoon een second opinion gevraagd. En Danielle die kon mijn ogen ook niet meten. Omdat zij schijnbaar geen papieren had of ze mocht het niet doen. Maar goed, mij maakt het niet uit dat ik naar de oogarts ben geweest. Maar in ieder geval
komt mijn verhaal zo op neer dat ik eerst naar de oogarts ben geweest in de morgen en in de middag naar Danielle voor het regelen voor mijn brilletje. Maar goed, ik ben er heel erg blij mee. Aan de ene kant heb ik min 1 en aan de andere kant heb ik min 1,25. Dus mijn ene oog is slechter als de andere oog. Maar goed, dat weet hun wel te corrigeren om me weer scherp te zien. Dus zodoende draagt deze jongen voortaan een bril. Ik heb ook nog een werkbril. Alleen die moet ik eventjes de schroefjes aandraaien. Want die heb ik namelijk in een ander doosje zitten. Voor op mijn werk draag ik mijn vertrouwde zwarte bril. Namelijk deze. Het enige verschil is dat mijn werkbril die ziet niet zo scherp als deze bril. Komt omdat die 1,25 de min 1,25 hier aan één glas zit. Dus zodoende. Nou, ik zou weer zeggen van graag tot een volgende keer maar weer. Ik ga straks meteen naar Eindhoven Airport om een vlogje te maken daar. Dan ga ik ook even kijken of dat er calamiteiten zijn, want daar praat Studio 040, de radiozender, praat daar over dat rond 9 uur een rampenoefening gedaan werd met alle toeters en bellen en weet ik het wat. Dus dat zal denk ik wel in de middag gebeuren. Ik zou zeggen, graag tot een volgende keer maar weer. En vergeet niet op mijn... mijn nieuwe brillenkoker viel op de grond van Hans Anders. Ik weet niet of dat jullie het kunnen zien. Maar in ieder geval, ik heb een Hans Anders montuurtje. Maar goed, leuk dat jullie weer gekeken hebben naar Vandelaar 040 op YouTube. Iedere week één vlog. Voorlopig tenminste, want anders ga ik gewoon weer per dag vloggen. Hartelijk dank weer voor het kijken. Voor de mensen die nieuw zijn, abonneer eventjes op mijn kanaal. En druk ook meteen eventjes op het belletje, zodat jullie mijn vlog niet kunnen missen. Ik zou zeggen, graag tot een volgende week maar weer. Houdoe!